Fedde Le Grand maakt remixen van nummers van Rihanna, Madonna, Mariah Carey, nou ja, noem maar op. Maar het kan nog groter. Hij werd nu door de mensen Michael Jackson persoonlijk gevraagd een nummer van de King of Pop te remixen. Als Fedde Le Grand achter de draaitafel belandt met zijn gigantische baslijnen en drijvende synth-secties, dan word je direct aan het dansen gezet. Zijn DJ-kunsten blijven niet onopgemerkt en Fedde is al snel niet meer weg te slaan van de mainstage op de grootste feesten en festivals ter wereld. De bloeddruk onder de feestgangers stijgt nog verder als hij de eerste tonen inzet van zijn gigantische hit uit 2006. Le Grand is een meesterlijke pionier van de dikke elektronica en de invloed van Fedde is voelbaar binnen het dance-landschap. Fedde is zo populair dat flink wat A-sterren hem weten te strikken voor een remix zoals Madonna en Coldplay. Maar ook Rihanna en Shakira en Mariah Carey. Alles wat Fedde Le Grand aanraakt verandert in dancegoud. En toch kan het nog groter. De DJ is hoogstpersoonlijk gevraagd voor een remix van zijn grote held, de King of Pop. Fedde Le Grand. Nou heb jij, nou, we hebben het net genoemd, hè, al die grote sterren. Je hebt heel veel daarvan heb je al onder handen kunnen nemen, hè, muzikaal gezien. Waar is dan Michael Jackson voor jou? Ja, op één, by far. Waarom? Nou ja, dat is eigenlijk, dat was mijn held vroeger, weet je wel. En door hem ben ik eigenlijk ook een beetje mijn eigen reis gaan maken door zijn muziek. En ja, ik weet nog wel dat ik als kind gewoon, dan kwam een nieuwe clip, werd gelanceerd en dan mocht ik opblijven en dan stond ik in mijn pyjamaatje voor de tv en dan, dat was dan ook een clip die veel langer was dan normaal. En ja, ik weet niet, maar het is natuurlijk zo'n vreselijk goede zanger. Hij heeft natuurlijk zo'n, helaas misschien een beetje voor het laatste stukje van zijn carrière, waar natuurlijk de albums ook wat minder verkochten, maar ja, het is gewoon en entertainment en kunnen zingen en alles. Dus het was echt mijn held en ik ben via hem echt ook denk ik echt gewoon aan muziek begonnen en eraan verslingerd geraakt en ja. En dan zit je op een dag, zit jij gewoon thuis of in de studio of waar je ook zit, misschien wel in je vliegtuig of waar dan ook. En dan word je gebeld door de mensen achter Michael Jackson en zegt van Fedde, we hebben een opdracht voor je. Jij moet deze plaat gaan remixen. Wat is je reactie dan als je dat wordt gezegd? Mijn allereerste reactie was natuurlijk van, wauw, weet je wel. Want ik wist natuurlijk dat er een nieuw album aan zat te komen. Dus dat was mijn allereerste reactie. Maar mijn tweede reactie was eigenlijk van, oh my god, weet je wel. Zo van, wat... Ik bedoel, het is Michael Jackson, dus er valt niks meer aan te verbeteren in mijn optiek. Dus alles wat je doet is eigenlijk toch een soort van heiligschennis, weet je wel. Dus, maar dan, ja, aan de andere kant, ik bedoel, zo'n kans komt gewoon nooit meer, weet je wel. Dus ik heb het, ja. Oké, laten we het volgende doen. Je hebt je computer meegenomen. Laten we straks zien wat je hebt gedaan. Okay. Maar laten we eerst luisteren naar hoe het Love Never Felt So Good, dat nummer is het. Ja. Hoe het oorspronkelijk klinkt. Michael Jackson. Dat is het origineel, hè? Mm-hmm. En dan hebben we nog een tweede versie, want dit nummer is dan wat ouder. En dan gaan we naar 85, iets later. Justin Timberlake heeft van het nummer dit gemaakt. En dan weet je, deze twee versies zijn er. En dan komt zeg maar een nieuwe versie uiteindelijk. Althans, de oorspronkelijke versie komt bij jou, bij Fedde Le Grand. En dan? Wat gebeurt er dan? Dan is het eigenlijk eerst genieten, laat ik het zo zeggen. Even gewoon rustig luisteren en het tot je laten inzinken. En dan is het eigenlijk omdat je moet... Kijk,
dit zijn natuurlijk twee versies die relatief dicht bij elkaar liggen. Ja. Voor mij wordt natuurlijk gewoon specifiek gevraagd van, maak daar een danceversie van. Dus dan zit je met een hele hoop problemen tegelijkertijd. Want je moet natuurlijk sneller. Dit is 118 bpm en ik moet naar 128. Dus beats per minute. Sorry, ja. Ja, ik vertaal het wel. Ja, bpm. Mm-hmm. Dus ja, dat moet meteen een stuk sneller. Hoeveel moet hij dan? Hij is 118. Het moet naar hoeveel? 128. 128, oké. Okay. Of 10 bpm, beide natuurlijk. Dan heb je het probleem dat house moet, of dance muziek moet niet alleen leuk zijn om naar te luisteren, maar het moet ook nog functioneel zijn op de dansvloer. Ja. Dus je wil uiteindelijk ook dat alle DJ's hem ook gewoon draaien, inclusief zelf wil je het gewoon graag opzetten. Dus moet er natuurlijk een climax in zitten. En dus je loopt best wel tegen een hoop dingen aan, zeg maar. En ook de. Want het was echt maar één opname waar zowel Michael als Paul Enka, want die heeft de piano gedaan. En die stonden op één band. Normaal gesproken krijg je zeg maar alle sporen. Dus de drummer krijg je los en de gitarist krijg je los. Dus allemaal bij elkaar? Ja. Nou, niet alles, maar in ieder geval zijn stem en de pianopartij. Want het was echt een demo. Dus, en er is verder ook niks meer mee gedaan tot nu dan. Dus ja, je moet al die problemen oplossen en dan ook nog een brug weten te slaan. Tenminste, hopelijk. Dat probeer je dan natuurlijk. Tussen Michael fans, wat ik zelf natuurlijk ook ben, maar ook dance fans, zeg maar. En dat is, ja, dat is best wel. Tenminste, vond ik maak me steeds nieuwsgieriger verder. Vond ik een uitdaging. Ja, laat horen wat je doet. Nou ja, dit is eigenlijk wat ik binnenkreeg. Ja. Dus eigenlijk alleen. Dit is gewoon de band. Ja. De enkele band. En ik wilde eigenlijk per se zo dicht mogelijk, in ieder geval in de break, dus het rustige stuk in een dance track. Zo dicht mogelijk bij het origineel blijven. Dus er zijn natuurlijk een aantal dingen waarvan ik meteen al zoiets had van ja, dat moet er gewoon in. Ja. Er zit een stukje, natuurlijk ik denk de meest bekende drumbeat ter wereld, maar dat was die van Billie Jean natuurlijk. Oh ja. Die zat erbij. Xscape. Ja. Oh ja. Dus dat wil je behouden. Ja, en de rest moet dan natuurlijk gewoon elektronisch gebeuren. Dus dan ga je een baslijn erbij zetten. Sorry, terug naar het begin. Geest. Ik weet niet of jullie het kunnen horen. Ja, ik hoor. Ja. En dan moet je even nog. Weet je, dan ga je dance elementen erbij zetten, juist. En we hebben ook heel bewust gekozen om. Want het enige andere wat ik heb gebruikt uit origineel is een stukje van de stringpartij, van de originele stringpartij. Alleen die was zo gecompliceerd en omdat je terug moet naar een soort van kernachtig idee voor dance, want anders werkt het gewoon niet, hebben we daar stukjes van gepakt en zelf dingen erbij gezet. En eigenlijk heel, eigenlijk wat versimpeld, zodat je eigenlijk het iets meer een disco vibe krijgt. Dus die hebben we er dan bij gesproken. En dan zal ik nou. Ja, ik voel anders hem. Het duurt heel lang. Nee, ik begin hem te voelen. En dan alles bij elkaar, dan komt er een hele hoop effecten bij. Je moet alles mooi oppoetsen en mooi in de mix zetten. En nou ja, dat is een hele hoop werk. En dan uiteindelijk dan. Ja. Maar wat ik mooi vind bij dance, weet je wat ik mooi vind bij dance? Ik bedoel, dat is een soort ritme wat jij ook aangeeft, hè? Ja. Bij dance, wat jullie maken, jij niet alleen, maar ook je collega's veel. En jij doet het op jouw manier natuurlijk. En jullie creëren, je creëert een soort van, in dit nummer ook, een soort een voorspel creëer je. Dat toewerkt naar een climax, nou ja, uiteindelijk. Exact. Die ontploft op de dansvloer. Juist. Dat is wat je doet. Ja, en dat is natuurlijk het stuk wat dan ook vrij moeilijk is, want je wil toch. Je wil toch dat het bij elkaar komt. Zo'n heel soort van disco-achtig gevoel. En dan toch naar zo'n heel modern stuk. Dus wat ik heb gedaan is eigenlijk geprobeerd om. Of eigenlijk hebben we de melodie dan, die dan uiteindelijk de dropt, zoals dat dan zo maakt in dance muziek. Maar om die een beetje te ontleden uit zijn zanglijn. En daar een verlengde van te maken. Dat het toch nog een soort van saamhorigheid heeft. Dat het niet een soort van knip-knip is. Maar dan heb je het gemaakt. Dan ben je klaar. En dan moet het terug. Dan moet de familie gaan luisteren. Ja. Dan moeten ze gaan luisteren. Wat heeft Fedde gedaan met onze broer, zoon, neef? Wat was de reactie toen jij klaar was? Nou, het gaat niet direct naar de familie. Eerst zit er natuurlijk een heel panel bij. In dit geval is het dan Sony.
En L.A. Reed, die leidt het project eigenlijk. Producer. Ja, dus dat was echt het spannende moment. Want die kreeg hem dus in zijn kantoor. Maar ik geloof na een half uurtje of zo kreeg ik al bericht terug dat hij zijn speaker zelfs had opgeblazen. Zo te gek vond hij hem. Dus dat was, omdat hij voluit ging. Gek. Ja, dus dan valt er echt zoveel. Oh, gelukkig, weet je wel. Dus dat is echt. En dan daarna gaat het natuurlijk nog langs de estate en langs de familie. Maar iedereen was er echt super, super blij mee. Dus nou is het nog. Alleen iedereen, de rest van de wereld. Maar verder, de echte test, hoe goed jij het ook vindt, hoe goed L.A. Reid het ook vindt, hoe goed de familie het ook vindt, de enige echte test is de mensen op de dansvloer. Ja, dat klopt. Hebben die het al kunnen testen? Nee, dat mocht niet. Dus vanaf wanneer kun je ze testen? Vanaf morgen? Ja. Dat klopt. Want hij is net echt... Nee, de eerste test is eigenlijk hier al. Want de mensen hier gaan reageren op de plaat. Oké. Yo. Ja. En ik reageer mee verder. Als ik hem voel, dan is hij goed. Ja. Fedde Le Grand, dames en heren. Amerika, ga je een tour doen, dus ga je hem ook daar echt daadwerkelijk uittesten. Ja. Daar ga je hem zelf uittesten en ik ben ervan overtuigd dat mensen hem gaan horen en ook gaan kopen. Fedde Le Grand, tot zover deze uitzending van RTL Late Night, dames en heren.